Ja, we staan hier met Eus. Dit is de local hero van Deventer. Hij woont op dit plein, hij ziet wat hier allemaal gebeurt. En jij kwam naar beneden, want je moest toch even kijken. Ja, dit wil je niet missen. Zo'n spektakel, mensen die overal vandaan zijn gekomen. Ik dacht, ik moet even zien wat hier gebeurt. Ja, je zat op de eerste rij. Ja. Wat valt jou dan op aan de race die je ziet? Dat de mensen heel erg toegewijd zijn, dat het echt een professionele happening is. Een heel team eromheen, coaches, begeleiders, vrouwen ook die mee zijn genomen. Nee, dat is wel echt een spektakel. Ik ben onder de indruk. Ja, jij keek vooral je ogen uit toen natuurlijk een vrouwelijke coach de hele tijd zat mee te rennen. Hè? Ja, ik hoopte wel meteen dat het ook niet de echtgenote was van die persoon, want dan was het vanavond niet leuk, dacht ik. Maar goed, dat even terzijde. Nee, het is echt die bevlogenheid, die fascineert mij wel. Ja, en denk je dat je mee kunt in dit niveau of niet? Want jij bent wel van het gewicht heffen, je bent een sterke jongen. Ja, nee, maar ik sta echt in de schaduw van deze mensen, ver in de schaduw. Deze mensen hebben duidelijk heel lang getraind, echt hun best gedaan. Ik kom niet eens in hun buurt, dus laat mij maar lekker toeschouwer zijn op veilige afstand. En ik kijk met heel veel bewondering naar wat ze doen. Is goed. Heb je één favoriete atleet van de dag? Ja, ik zag Frank de Heus. Dat is echt wel een stoere man. Ja, als ik later zo kan worden, dan ben ik wel blij. Frank de Heus. Frank de Heus. Frank de Heus. We gaan nog veel van hem zien. Ik hoop het. Ik ga nog blijven kijken. Ik wil veel van Frank de Heus zien. Ja, leuk.